Olieopbrengst offshore gebied Suriname, teleurstellend. Randin tekent intentieverklaring met Trinidad. En Van Dijk Silos, corruptie Bouterse beleid gaat gewoon door. En COVID-19 update, er zijn 72 besmettingen. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 17 november 2021. Oliebedrijf Apache meldde dinsdag dat de hoeveelheid aardolie die zij voor de Surinaamse kust aantrof bij de Bomboni-put commercieel niet interessant is. Apache zoekt in een joint venture met Total Energies naar olie in het Surinaamse offshore gebied. Bij een andere bron, de Sapakara South One, werd wel voldoende olie gevonden. Daar werd met een stromingstest een gemiddelde aangetoond van 4800 vaten olie per dag. Zonder stroombeperkingen zou een ontwikkelput met een veel hogere aanhoudende snelheid produceren, zei Apache. Apache-topman John Christman is erg blij met de resultaten van de stromingstest bij Sapakara. De gegevens die we hebben verzameld bevestigen een oliereservoir met een uitstekende kwaliteit, zei hij. De dikke en constante kwaliteit van de olie wijzen op een sterke afleverbaarheid van de put. Een ander oliebedrijf maakte woensdag bekend dat zij zich terugtrekt uit Suriname. Oliebedrijf Tullo noemt de resultaten van de proefboringen teleurstellend en doet eind van dit jaar afstand van haar boorlicentie. De Surinaamse minister Albert Randin van onder andere Buitenlandse Zaken werd dinsdag op het Caribisch eiland Trinidad ontvangen door zijn collega Dr. Amory Brown. De twee bewindspersonen spraken onder andere over de wederopbouw van de landen na COVID-19. Ze hadden het ook over samenwerking in sectoren als olie, gas, hernieuwde energie en de handel in het bedrijfsleven. Brownie en Randin ondertekenden een Memorandum of Understanding. Deze intentieverklaring zal het raamwerk bieden voor verder politiek onderweg en samenwerking. De twee CARICOM-landen kijken verder uit naar een mogelijke uitbreiding van luchtvaartdiensten, toerisme, creatieve industrieën, alsmede partnerschappen en investeringen in landbouw, bankwezen en financiële diensten. Het is het eerste officiële bezoek van de Buitenlandse Zakenminister aan Trinidad en Tobago. Deze bilaterale bijeenkomst was het eerste punt op zijn programma. Randin zou verder nog praten met Trinidadiaanse ministers van Handel en Industrie en Energie. De Surinaamse regering zou belangrijke delen gehaald hebben uit een nationale risicoanalyse. De risicoanalyse kijkt naar de eventuele gevaren van bijvoorbeeld terrorisme en money laundering voor de veiligheid van het land. De informatie zou op diverse plaatsen zijn veranderd. Dat gebeurde zonder overleg met de opstellers, onthult registeraccountant en financieel deskundige Hans Moison. Hij was enige tijd directeur van de Surinaamse bank. Jennifer van Dijk Silos was voorzitter van het team dat de rapporten samenstelde. Zij vertelde woensdag dat de publieke versie van de nationale risicoanalyse door de ingrepen van de regering onsamenhangend en verwarrend is geworden. Zij zou de veiligheidssituatie hebben aangegeven zoals die is, maar dat zou de regering te confronterend vinden, zegt ze. Van Dijk Silos zegt dat de corruptie die er was tijdens de regering Bouterse onder het huidige kabinet gewoon doorgaat. Dat moet worden erkend en er moet actie tegen worden ondernomen, vindt zij. Tot slot een COVID-update. De huidige situatie volgens het ministerie was gisteren dat er 72 mensen positief zijn getest. Er is één persoon overleden en er liggen 47 mensen in het ziekenhuis, waarvan 15 personen op de intensive care. Sinds de uitbraak vorig jaar maart zijn er nu 1140 mensen overleden. Ons advies? Houdt u aan de maatregelen. Tot zover het Regionieuws TV Suriname. Heeft u nieuws voor ons? Stuur uw berichten, eventueel samen met foto's en video's, naar suriname@regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.